Hey, reviewvrienden, hoe is het daar? Nou, hier is het goed hoor. En een beetje koud. Nou, laten we eens even kijken. Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Wat zit er onder het doosje? Ben benieuwd. Arababa. Sultana. Oh. Ik snap hem. Dit zijn nieuwe sultana's. Kijk, want hier zit opeens mango en wortel in. Hier hebben we kokos. En als het niet veel gekker kan, dan hebben we ook nog borstvruchten met rode biet. Ik weet niet of ik hier zo'n trek in heb, maar we gaan alles proberen. Want dit is niet voor niks een reviewkanaaltje. Nou, mijn kinderen hebben in ieder geval weer genoeg rare koekjes voor mij naar school. Ik zal ze niet zeggen wat erin zit. Nou, dat staat erop. Het handige van Sultana is dat ze in kleine pakjes zijn onderverdeeld. Ik koop ze ook voor mijn kinderen, maar dan vaak met krenten of met appel. Maar niet met rode biet of mango. Zeker niet met kokos. Maar ja, we gaan ze maar eens proberen, jongens. Ik begin even met die met kokos, want dat is natuurlijk, laten we zeggen, de meest makkelijke van het zootje. Hij stinkt toch verschrikkelijk naar kokos. Nou. Het punt van kokos is dat dingen zo droog als schort worden als je niet goed doet. Dit cookie trekt bijna al het vocht uit mijn lijf op. Echt, ik kan bijna niet meer slikken. Met een hele brokken sultana kokos achter in mijn gebit. Dit is een foutje. Dit moet je dus niet doen. Wat je moet doen is er iets instoppen waardoor het cookie zeg maar zachter wordt. Of in ieder geval bijtbaarder. Of een rozijntje dat je eventjes door moet bijten. Dit is gewoon extreem droge meuk geworden. Niet leuk. Tijd voor een mango wortel. Hier ruik je voornamelijk de mango en niet de wortel. Het raar is dat je van een koekje verwacht wat ruikt naar mango en waar mango en wortel in zit. Dat het verschrikkelijk dominant smaakt naar mango en wortel. Maar dat doet het eigenlijk helemaal niet. Er zit een soort vreemde, onbestemde smaak in. Ja, kijk, er zitten gewoon rozijnen in ook, joh. Zit er gewoon rozijnen in. Met je mango wortel. Je ziet een beetje oranje, dat is eigenlijk het enige. Nou, ook geen succes. Dan gaan we maar naar de borstvruchten met rode biet. Kijk, die ziet er een beetje rood uit. Dat is grappig, hè? Dat had je ook niet verwacht van borstvrucht en rode biet. Deze ruikt naar iets wat ik niet thuis kan brengen. Nou, borstvrucht en rode biet. Smaakt niet per definitie heel erg naar biet, met dat aardse. Ik vind bieten trouwens wel lekker hoor. Heeft wel de zoetigheid van de biet. En de zoetigheid van de borstvruchten. Mijn favobietje, hebben ze bedacht bij het reclamebureau. Godzame kaken. It takes two to mango. En toen ze aan de kokosblond waren, was de inspiratie op en hebben ze alleen maar knapper gedaan. Nou, dat was het leuk. Even terug naar de rode vruchten biet. Of, wat was het? Borstvruchten rode biet. Cookie. Is er smaak? Smaakt lekker. Is niet droog. Is goed te doen. Is er aanvulling op het assortiment. Waar dit en dat het niet is. Overigens zou ik wel sultana's eten met een kopje thee waar je hem in kan dopen. Of in ieder geval een glas water. Want ik heb nu drie halve cookies op. Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk een beetje dichtslip aan totale droogte. Voel een beetje als een goudvis die uit zijn kommetje is gesprongen en na 3 minuten denkt: had ik dit nou wel moeten doen? Enfin, tijd voor de cijfertjes. De nieuwe Sultana kokos is een flop. Waarom? Het zijn al droge cookies. Met die kokos erin wordt die alleen maar nog droger. Het is als een spons. Het trekt al het vocht en het leven uit je lichaam. Niet doen. En ook nog even een cijfertje.
Deze krijgt van mij een 3. Mislukking. Volgende. Maak je cookies met mango en wortel. Waar moet hij dan naar smaken? Mango en wortel. Doet hij niet. Het is een beetje een flauwe, laffige, onbestemde smaak. Deze krijgt niet meer dan een 5. Ook niet gelukt. Kan ook zo weer uit het assortiment. Maar we hebben een winnaar en niet zomaar een winnaar. Want die borstvruchten met rode biet, die is dan wel weer lekker. Ongelooflijk maar waar. En deze die krijgt van mij een 7. Want deze ga ik gewoon kopen, ga ik in huis halen. En ga ik lekker opeten met een kopje thee op de bank. Terwijl ik naar buiten kijk, naar dat droevige sneeuwige weer. Wat kan mij het bommen? Niks meer aan het handje. Nou, dat was het. En tot snel.